vandaag. Ik ben nu bij de dierenkliniek met Madonna en Rosa. En we gaan ze nu laten spoelen om te kijken of ze echt helemaal droesvrij zijn. En ja, als het goed is mogen we ze daarna weer bij Jack en Vianna zetten. Dus nou, dat gaan we kijken of we daar een beetje wat van kunnen laten zien. Ik wil alvast waarschuwen, ik denk zelf dat het heel vies gaat worden. En smerig en ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien, maar ja, het klinkt niet lekker. Ik weet dat ze met een camera naar binnen gaan om dan te kijken of ze de bacterie nog kunnen zien. En het klinkt gewoon niet fris. Dus waarschuwing bij deze. Verder wil ik iedereen bedanken die heeft gedoneerd, want dankzij die donaties kunnen wij deze twee paarden laten spoelen. Het kostte ongeveer €400 per paard. Ik heb 4 zieke paarden, dat is dus €1600. Nou, vandaag gaan we dus deze twee, dus €800. En zonder alle donaties hadden we dat echt nooit gered. Dus hartstikke bedankt. Roos slaapt toch? En dan dus. Moest je toch zeggen dat is dan de ingebroken bus, is dat? Maar dat zien we vooralsnog niet. Oh, Roos. Ga er met je neus. Oh, paardje. Nou, Lizzie en ik hebben niet echt meer gefilmd toen we terugreden van de dierenkliniek. Aangezien ik in de kliniek zelf heel duizelig ben geworden en ja, bijna ben flauwgevallen. Dus ja, dat was niet zo best. Rosa was vrij goed nieuws. De luchtzakken zagen er schoon uit. En we krijgen binnen een paar dagen de uitslag. En als het goed is, mag zij gewoon dan over een paar dagen naar Jack en Vianna. En mag zij dan ook gewoon naar buiten en alles. Jammer genoeg, Madonna hier. Ja, daar hebben we minder goed nieuws. In haar luchtzakken hebben ze nog steeds bacteriën van droes aangetroffen. En ja, die hebben ze nu schoongespoeld. En dan moeten we dus over 6 weken. Weer terug met Madonna om te kijken of het er nu echt definitief uit is. Dat betekent dat ik 6 weken lang nog ja, dicht ben. En dat ja, vond ik ook niet zo'n heel erg tof nieuws. Dus daarom ga ik ook nu niet livestreamen vanuit de stal. Dat deden we iedere avond met Sia hier. Maar ik ga het vanavond gewoon niet doen, want ja, ik voel me er gewoon niet zo lekker onder. Ik wil er wel eerlijk over zijn. Ik wil ook eerlijk de beelden laten zien van de kliniek en vertellen wat we hebben aangetroffen. Want droes is gewoon iets wat je niet moet onderschatten. Het is echt heel heftig. En als we Madonna nu gewoon een simpele test zouden doen, dan zou ze positief, zeg maar, dat ze geen droes heeft. Ze heeft geen klachten meer, dus die test die is dan negatief. Maar ja, nu dus door beter onderzoek, door toch met een camera naar binnen te gaan, hebben we die bacterie toch zien zitten. En dat betekent dat zij een paard zonder, die dat nog niet gehad heeft, kan zij dus gewoon aansteken. En dan ben je dus eigenlijk gewoon niet droesvrij. En ik weet dat heel veel stallen het niet doen. Maar ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Want zij zou nu dus gewoon toch Jack en Vianna ziek kunnen hebben gemaakt. Als ik haar erbij had gezet. Dus vandaar dat ik het eerlijk wil delen. Ja, wees voorzichtig met droes. En het is niet altijd positief natuurlijk. De paarden en alles. Het heeft ook een keerzijde. Dat hebben we de afgelopen maanden heel veel hier meegemaakt.
Ik wil nog even Lissy en Anna bedanken. Lissy die gewoon meeging vandaag. En ja, Anna die op de fiets is gecrossed om hier nog even snel te helpen vanavond met de paarden. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik sneller gewoon leuke positieve video's weer kan maken. Onder andere over Sia's veulentje. En tot de volgende video.